In deze clip kijken we naar een exotisch programma van Canon, dat is Image Transfer Utility. Dat bedoeld is om draadloos foto's van je camera naar je computer over te zetten. Dus niet naar je telefoon, maar naar je computer. Dat doet hij draadloos. Dat is heel prachtig, maar het werkt maar voor een x aantal Canon camera's. Daar zie je hier een lijstje van. Ja, en het is heel erg storingsgevoelig, lijkt het. Of dat te maken heeft met het wifi-netwerk waar je in zit, met de camera, met de instellingen van je computer. Dat weten we op dit moment niet. En dat is ook dan meteen het vervolg op deze presentatie van dat programmaatje. Is van, goh, wanneer jij het gebruikt, ondervind jij problemen? En zo ja, welke? En wanneer je geen problemen ondervindt, zoals wij die direct hier tegen gaan komen, dan horen we het graag van je. Dus hieronder kun je reacties achterlaten onder deze clip. Dus ik zou zeggen, aarzel niet om jouw bevindingen met dit programma, mocht je het gebruiken, hoe die bevindingen zijn. Goed, we gaan maar eens kijken hoe het in zijn werk gaat. De bedoeling is dat je even op zoek gaat naar Image Transfer Utility 2. Doe dat even in Google, tik even die naam in en kijk waar je recent bestand, oktober 2020 is volgens mij de laatste versie, dat je die downloadt voor je Mac of voor je PC. Goed, daarna installeer je, het is allemaal redelijk simpel. Wat we hier hebben is een MacBook, die zit in een netwerk, draadloos netwerk, en we hebben hier de EOS 90D en die gaan we ook verbinden met het netwerk. En daarna koppel je ze allebei draadloos, dan kun je foto's maken met je camera, hè? Dus dan staat je laptop ergens anders in dat netwerk en dan stuurt hij automatisch de beelden over van je camera naar je laptop. En daar heb je een folder bij gemaakt op die laptop waar die foto's naartoe moeten. Dat is een beetje het idee. De hele setup van alles vind je onder dit knopje dat is eigenlijk redelijk simpel. Dat is heel simpel. Maar goed, we gaan even naar de wifi-instellingen van de 90D. We zeggen, goed, we schakelen de wifi in en daar vinden we de optie beelden automatisch naar computer verzenden. Het staat er wat cryptisch, maar het is de vierde van boven. We zeggen oké okay, en dan zeggen we nou, schakel dat maar eens in. Goed, dat is leuk. Dan zeggen we oké, okay, willen we wel. Dan gaat hij zoeken. Dan gaat hij zoeken naar netwerk en dan komt hij mijn TP-Link komt hij tegen. Dat tik ik op en zegt hij, voer even een wachtwoord in. Dat ga ik even doen buiten beeld. Goed, hij is nu aan het zoeken. Hij vindt dat netwerk. Ik zeg, oké, okay, verbind maar automatisch. Zegt hij, hey, ik zie een apparaat en daar wil ik mee verbinden. Dat heet MacBook Pro PC. Nou, oké, okay, dat inderdaad, PC. Tik daar maar eens op. Ja, dan gaat hij verbinding maken. Moeten we even kijken naar de laptop. Zie je hier dat icoontje, zie je knipperen. Ja, wat aangeeft dat hij bezig is. Dan zie je hieronder, klik je even op, zie je dat die naam verschijnt van die camera, de EOS 90D. En je klikt op oké. Nou, dan moet je nog even nadenken. Instellingen voltooid, zegt hij hier. Hij zegt hier, prima, hè? Een mooi groen tekentje klaar. Close. En ja, wat er nu moet gebeuren, is wanneer ik een foto ga maken. Dit is het beeld wat je ziet van een poppetje. Ik zal hem even uitzetten van Live View. En dan zie ik daar dat die off staat. Dus hij is toch off, terwijl die aan staat. En hier zie ik to start transfer, turn camera off and on. Dus dat doe ik dan eerst maar. Ik zet hem eerst maar eens uit. Ik wacht een tijd. Ja. Zet ik hem weer aan. Ik zie nu iets knipperen. Ja, dat betekent dat iets aan het doen is. En stel, ik maak nu een foto. Zo. Nou, hij is nog steeds aan het knipperen. Nou, ik zit hier in een hele goede omgeving. Hij gaat verzenden, dat zie je dan ook daar. Hier zie je een tijdelijk bestand komen. En ondanks dat het een redelijk snel wifi-netwerk is, zie je dat hij toch nog even tijd nodig heeft. En het is dan een klein bestandje, dus de overdrachtsnelheid via wifi is, ja, toch niet helemaal jovel. We kunnen wel eens op de camera tikken. Die iets doet. Nou, hij is aan het overzetten, dus dat heeft allemaal niet zoveel zin. Maar hier zie je dus al het probleem van de software. Dat het wel bezig is in een goed netwerk. Maar dat de bestanden niet meteen aankomen. Je ziet, ik heb het al een keer getest. Ja, daar staat die foto wel in. Dus het kan werken, maar nu even niet. Nou, en hier heb je dan
de tweede foto die erbij komt. Hij is nog steeds aan het oversturen en hieronder staat Start Receiving Images. Dus hij is nog steeds beelden aan het ontvangen. Nou, we wachten het even af. Even naar het beeld kijken. Zo. Ja, dat ziet er verder prima uit. Het is natuurlijk een hartstikke leuke optie. Hè? Nou. En zo heeft hij nou ook de andere foto gedaan en is hij klaar. Nou, dan denk je van nou, ik ga een foto maken, maar hij staat weer off. Dus ik maak een foto. Zo. En ja, dan zit je te wachten tot er iets gebeurt. Er gebeurt niks, want hij zegt hij is niet gekoppeld. Start, dus zet hem weer uit. Even wachten. We zetten hem weer aan. Goed, dan begint hij hier weer te knipperen. Hij zegt dat hij niet verbonden is. Ik kan dus even terugkijken op de camera. En ik druk op dit. Dan zegt hij van, hé, ik ben wel aan het verzenden. Dus hij is wel iets aan het doen. Maar ik zie je daar niet terug. Nu pas krijg ik hier iets te zien. Je ziet, hij is bezig met verzenden. En je ziet daar dat bestand, dat tijdelijke bestand komen. En ja, het is natuurlijk leuk dat de functie is leuk, maar het geeft toch wel heel erg veel storing. Ik vind het niet praktisch niet werken. En dan is de EOS 90D een hele ja, nieuwe camera. Dus je zou denken, nou, dan moet het zeker bij werken. Maar je ziet, het vraagt veel tijd. Het netwerk is verder goed, ondanks het feit dat hier geen dingetjes staan. Ja, ik heb verder hier prima bereik met alles. En dat is dan toch wel het probleem van deze software, dat het misschien niet stabiel is, dat je allerlei handelingen moet verrichten om het te herhalen. En dat maakt het min of meer onbruikbaar. Dan zou je toch eerder EOS Utility kiezen om met een draad aan je computer de boel over te zenden. Dat gaat veel sneller, dat is veel zekerder, daar ben je niet afhankelijk van netwerken. Of je kunt zelfs met je telefoon foto's van je camera naar je telefoon laten zenden. En dat gaat vaak ook heel erg goed. Dus ja, tot zover de wat vreemde kennismaking met Image Transfer Utility 2 van Canon. Nogmaals, wanneer jij met het programma werkt, hoe zijn jouw ervaringen? Weet jij een oplossing voor dit probleem? Laat het weten. Werk je op PC of op Mac? Dat is ook wel belangrijk. Laat het in ieder geval weten. Ja, en dat was dan de presentatie. Helaas kan ik het niet meer werkend krijgen dan zo. Het is op zich een prima functie om foto's van je camera direct naar je computer te krijgen via een draadloos systeem. Maar de functionaliteit is beperkt. Het is niet echt stabiel. En helaas zijn er ook maar een paar camera's die compatible zijn met deze software. Tot zover.